dit uur. Bijna 11:30. In Suriname heeft een nieuw team van Bouterse advocaten regering en justitie gevraagd om het vonnis tegen Desi Bouterse niet uit te voeren. De advocaten vinden het vonnis onrechtmatig en onwetmatig. Dat is het vonnis van kort voor kerst. De oud-president van Suriname, Desi Bouterse, lijkt dus geen zin te hebben in 20 jaar gevangenis. Correspondent Nina Jurna en advocaat Gerard Spong. Goedenavond. 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 Ja, Nina, als eerste, hoe zit dat? Een nieuw team van advocaten, hè, rond Desi Bouterse. Ja, dat is een nieuw advocatenteam van een groep bekende advocaten hier in Suriname. Zij hebben een brief geschreven die vandaag in eerste instantie uitlekte en toen ook in de ware tijd verscheen, Surinaamse krant hier. En zij zeggen daarin dat zij zich dus dat zij nadrukkelijk handelen namens Bouterse en de vier andere veroordeelden. En zij stellen dat er dus juridische fouten zijn gemaakt in het vonnis. Dat zou zijn uitgesproken nadat de amnestiewet van 1989... is gewijzigd in 2012. En ze zeggen van die werd toen al toegepast in de strafprocessen. En overigens is het zo dat het Constitutioneel Hof in 2021 al bepaald heeft dat die amnestiewet ongeldig was. Dus dat is heel opmerkelijk. En zij hebben het ook nog over een brief van de vroegere auditeur militair in deze zaak, Elgin. En daar zeggen ze van ja, die heeft toen al in 2016 eigenlijk aangegeven dat er juridische fouten zijn gemaakt. Het is ook opvallend dat deze groep advocaten dat daar dus niet kan high bij is. De advocaat van Bouterse die hem eigenlijk afgelopen jaren heeft bijgestaan. En de ware tijd, de lokale krant hier in Suriname, die zeggen van dat er een soort van ruzie, tweespalt noemen ze het, zou zijn ontstaan tussen Kanhai en dit nieuwe advocatenteam. Kanhai die zou volgens de krant vinden dat dat vonnis nu moet worden uitgevoerd en dat die ook in overleg zou willen treden met het Openbaar Ministerie over de detentie van Bouterse. Terwijl dit nieuwe team eigenlijk zegt van nee, dat hele vonnis moet nu niet meer worden uitgevoerd. En dat is dus daar is ruzie over ontstaan. Ik begrijp het. Ja. Hebben Surinaamse justitie en regering al gereageerd op die brief? Nou, er was een persconferentie vanmiddag, daar was ik ook. En daar was ook de minister van Justitie en president Santokki. Is natuurlijk aan hun ook gevraagd. En toen zei president Santokki dat hij op dat moment nog niet op de hoogte was van deze brief. En de minister van Justitie, die ook volgens die brief ook aangeschreven is, die ook genoemd wordt dat hij ook deze brief heeft ontvangen, die gaf aan dat hij de brief nog niet had ontvangen. Dus ze hebben nog niet echt gereageerd. Nee. En ook Kanhai heeft tot nu toe nog niet gereageerd. Nee. Ik ga naar advocaat Gerard Spong, strafpleiter in Amsterdam. U heeft de brief van dat advocatenteam van Bouterse ingezien. Het is een hele juridische redenering. Hè? Nina Jurna beschrijft het al. Kunt u nog in gewone mensentaal nog eens uitleggen of die een punt heeft met waar die Bouterse raadslieden zich nu op beroepen? Ik zal het proberen. De brief berust op de stelling dat vanwege de oude amnestiewet dat er helemaal geen rechtsgeldig vonnis is gewezen, omdat die feiten waar het om gaat onder die oude amnestiewet vallen. En dus zou sprake zijn van een onrechtmatig vonnis. Het is klinkklare juridische lariekoek. Okay, en ik zal heel eenvoudig zeggen, dat dacht ik wel. Het is zo dat het Constitutionele Hof, die heeft in zijn of haar uitspraak van 2021 heeft gezegd laten we zo zeggen, die amnestiewet, dat die ongeldig is. En vervolgens is overeenkomstig de grondwet, ik noem het artikel maar even voor de juridische fijnproevers, 144 lid 3 van de Surinaamse grondwet, is vervolgens die amnestiewet waar het allemaal om draait onverbindend geacht. En dat is dus een uitspraak. Die geldt niet. Aha, die geldt niet, okay. Die gold niet en die geldt niet. Want een onverbindend verklaarde wet, die gold niet en die geldt niet.
Dat is één. Dus dat is de dwaling van dat nieuwe team juristen. Maar waarom komen ze hier dan toch mee, meneer Spong? Waarom komen ze hier dan mee? Nou ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen natuurlijk. Ze grijpen iedere juridische strohalm aan om onder dat vonnis uit te komen. Er is een tweede argument dat ik wil noemen. En dat is, deze hele affaire is reeds behandeld door de krijgsraad. En door het gerechtshof in Suriname. En ook die hebben al eerder geoordeeld dat die amnestiewet, dat die niet ingeroepen kan worden. En als laatste punt, als derde punt, vestig ik de aandacht erop dat volgens vaste rechtspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, zij verwijzen in die brief ook naar dat hof, maar volgens dat hof mogen ernstige rechtsschendingen, die mogen niet straffeloos verklaard worden of in straffeloosheid eindigen. Daar is het Hof Mordicus op tegen. En we hebben het gezien een paar jaar geleden in de uitspraak van Fujimori. Die heeft hetzelfde geprobeerd. En die is ook door dat hof linea recta naar huis gestuurd. Ja. Met de boodschap van u moet uw straf uitzitten. U moet uw straf uitzitten, precies. Nina, Boutersen werd op 20 december definitief veroordeeld tot 20 jaar cel. Zit nog niet vast. Hij heeft geen zin in die gevangenisstraf, lijkt mij. Waarom zit hij nog niet vast? Nou, vlak na die uitspraak van het hof heeft Kanhaye, de advocaat van Boutersen, heeft een voornemen tot een gratieverzoek aangetekend. Een voornemen. En dat heeft hij op 22 december gedaan. En toen is op basis daarvan is dan het juridische gevolg dat het vonnis is opgeschort voor 8 werkdagen. Nou ja, zon- en feestdagen worden niet meegerekend. Dus dat betekent dat eigenlijk vandaag, hè, want we hebben allemaal feestdagen gehad, vandaag dat vonnis, althans die opschorting eigenlijk, dat de deadline vandaag was. Dus tot die tijd gold eigenlijk die opschorting en is Boutersen dus niet opgepakt. Maar vandaag is dat dus verlopen. Ja, is bekend waar die is? Ja, dan heb je natuurlijk allemaal op social media allemaal wordt van alles gesuggereerd. Ik vraag het aan jou. Is het nee, bekend? Nee, het is niet bekend. Bekend waar die is. Okay. Nee, het is niet bekend. Wat we wel weten is dat er tijdens kerst nog een foto zag ik een foto van Boutersen met zijn vrouw bij een kerstboom bij hun thuis. Vlak na het vonnis is Boutersen nog op de Centrale Markt geweest. Maar we weten niet waar die is. En wat ik zei, van in de social media wordt er van alles gesuggereerd dat hij het land uit zou zijn. Maar dat weten we officieel niet. Dus daar kan ik ook verder niks over zeggen. Nee, meneer Spong, dan laatste vraag aan u. Verwacht u dat Boutersen zich op korte termijn gaat melden en zijn straf uit gaat zitten? Ik verwacht dat hij op korte termijn zijn straf gaat uitzitten. Of hij zich gaat melden, dat is een grote vraag. Maar Suriname beschikt over uitstekende arrestatieteams. Ja. En Nina Jurna, wat is nu de procedure? Hoe lang gaat het duren voordat er wordt ingegrepen en Boutersen wordt vastgezet? Als justitie nu niet op dat verzoek ingaat, bedoel ik. Ja, dus de vraag is natuurlijk of het Hof van Justitie gaat reageren op deze brief. Dat weten we nog niet. Dat is tot nu toe nog niks gebeurd. Het Openbaar Ministerie die heeft vandaag, vanmorgen heb ik daar nog contact mee gehad. En zij zeiden dat ze zouden laten weten wanneer zij echt overgaan tot het uitvoeren van het vonnis. En wat de ware tijd, de krant meldt, is dat er morgen een gesprek gepland is tussen Kanhaye en het OM. Hè, om te kijken van hoe gaan we verder met die detentie. De vraag is of deze brief die vandaag geschreven is door deze nieuwe advocaten, of die daar roet in het eten gooit, dat weten we niet. Ik verwacht dat misschien later vandaag, het is hier nu in de vooravond, hè, dat er misschien nog wat meer bekend gaat worden. Maar ik denk dat we sowieso morgen wel wat meer horen. Ik denk dat het Hof van Justitie niet gaat reageren, omdat een rechter uitsluitend spreekt via zijn vonnis. Oké, een glashelder einde. Dank u wel voor uw toelichting, meneer Spong. En Nina Jurna vanuit Paramaribo, dank je wel.